We zijn hier bij Stadskinderboerderij Essestein en Molen de Vlieger. En vandaag krijgen de kleine ooievaartjes ringen. Bram de Molenaar, wat gaat hier vandaag gebeuren? Vandaag worden de jongen uit het nest van de ooievaars met een hoogwerker naar beneden gehaald. En gemeten, gewogen en uiteraard ook een ringetje aan de poot. Zodat je kan zien waar ze uiteindelijk blijven. Dat wordt bijgehouden door het nummertje? Dat wordt bijgehouden door de vogelraad van Den Haag. En wanneer zijn deze ooievaartjes geboren? Nou, wij denken in begin april. Kijk, je kan het hier vandaan niet meer zien dat ze geboren zijn. Uiteindelijk wordt er een foto genomen uit de flat om te kijken of er jongen zijn. Hè? En nou, aan de hand daarvan kan je natuurlijk bepalen van nou, dan moet zo of zo die tijd moeten ze dan wel geboren, tenminste het ei gelegd zijn. En dan kan je uitrekenen wanneer ze beginnen te vliegen. Van harte welkom. We gaan straks om 1 uur de jonge ooievaars ringen. Ik mag daarvoor gebruik maken van een hoogwerker van de gemeente Voorburg, Van der Spek. We gaan de jongen uit het nest halen. Ik doe ze in een tas, breng ze naar beneden. Daar ga ik ze meten, wegen, voorzien van een ringetje om de poot en dan gaan ze weer terug. In de tussentijd zal ik jullie daar iets over vertellen. Wat opvalt is dat de jonge ooievaars zich voor dood houden. Dat is hun natuurlijke reactie als er in gevaar, als er dreiging is. Dus alle tijd om een fotootje te maken en om ze van wat dichterbij te zien. En daarna gaan ze weer terug naar het nest en gaat het ooievaarsleven eigenlijk gewoon verder alsof er niets is gebeurd. Het zijn er 3. Ze liggen een klein beetje op elkaar in de tas. Maar ook in het nest kruipen ze soms behoorlijk dicht bij elkaar. Ze zijn al best groot, hè? Ze zijn al best groot. Ja, nu een week of... de oudste is bijna 5 weken. De jongste is waarschijnlijk een kleine een dag of 5 jonger. We gaan ze straks ook wegen. Ik hoor al iemand, ze zijn rijp voor de slagbank. Er zit geen vet aan. Het is een en al spieren en vleugels. Dus dan zou ik je aanraden, neem dan een gans. Nou, zoals je ziet houden de jonge vogels zich voor dood. Natuurlijk een manier van verdediging die ze ook op het nest toepassen als de gevaar dreigt. Hoe oud zijn ze nu? Geen chip dus. De oudste is ongeveer 5 weken. De jongste is waarschijnlijk een dag of 5 jonger. Er hebben hier ook meer jongen in het nest gezeten. Het waren er oorspronkelijk 4 of 5. Eén jong ooievaartje, daar heb ik bericht van gekregen dat hij naast het nest is gevonden. Die is overgebracht naar Vogelasiel de Vulp, maar helaas onderweg in de dierenambulance heeft hij het niet gehaald. Nou is dat natuurlijk heel triest, maar ook iets wat vaker gebeurt in de natuur. Ik krijg nu de vraag of we kunnen zien of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Dat kan niet. Ooievaars zien er gelijk uit. Wat wel is, is als een ooievaar volwassen is, dan is het mannetje vaak iets groter en het vrouwtje iets kleiner. Ja, alleen zoals net als bij mensen heb je ook grote vrouwtjes en kleine mannetjes. En wat verder opvalt is de snavel. Die is nu nog donker.
En als ze zelf een jaar oud zijn, wordt die snavel langzaam oranje. En na een jaar hebben ze ook een mooie rode snavel en mooie rode pootjes. We brengen dit aan de bovenkant van dit pootje. Omdat als de ooievaar door het veld loopt en wat hoger gras, dan kan je dat ringetje moeilijker aflezen als dat beneden zit. Dan zit het helemaal verborgen onder het gras. Kijk uit, fietsen. Elke vogel, als je daar de knie van ziet, dat is de enkel. Dus eigenlijk zit zijn knie hierin en is dit zijn voet, dit is zijn enkel, dit is zijn voet en dit zijn zijn tenen. En zijn knie, die zit verder hier verborgen onder zijn lijfje. Ook al heeft hij nu nog niet de mogelijkheid om te vliegen, hij is al wel bezig met het flappen van zijn vleugels om de spieren die hij heeft al klaar te maken om straks voor de kerst te zweven. Als ik deze meet, dan is de snavel 8 centimeter. We schrijven hem op. Ook dit laat de vogel toe. Er zitten inderdaad wel wat restjes in. Die we even schoonmaken. Je kan de tong van de vogel zien. En die ooievaar die kan helaas niet zingen. Zoals bijvoorbeeld de merel of de roodborst. Maar wat hij wel kan is klepperen. Dus als ze met elkaar willen communiceren, dan zingen ze niet, maar klepperen ze. Nou, dat is een stukje groter. In de tas. En een stukje zwaarder. Nou, Piepiet. Ja, ze heeft er een speciale tas voor gemaakt. Poster erop. Zo. Oh, dat gaat al een stuk verder. 3, 6. Even inzoomen. 6. Voorstellen. Mijn naam is Caroline Walta. Ik ben vrijwilliger bij de Stichting Ooievaars Research and Know-how en de Haagse Vogelbescherming. En we hebben vandaag de jonge ooievaars geringd bij Molen de Vlieger. En hoeveel ooievaars zijn er? Op dit nest hebben 3 jongen zijn er, hebben we gezien. We hebben ze ook alle 3 kunnen ringen. En daarnaast de 2 oude vogels, dus 5 stuks in totaal. En hoe reageerden de kleintjes hierop? De kleintjes reageren door zich voor dood te houden. Dat is de natuurlijke reactie die de ooievaars doen als er gevaar dreigt op het nest. En wij maken daar als ringer gebruik van door de vogels tijdelijk uit het nest te halen, te meten, te wegen, een ringetje te geven en dan ook natuurlijk weer netjes terug te brengen. En wat vonden de ouders van de kleintjes ervan? De oude vogels die hebben het hazenpad gekozen. Dat is ook een natuurlijke reactie. De oude vogels die vertrekken en geven aan de jongen aan om zich voor dood te houden. We hebben wel gezien dat ze van een afstandje de boel in de gaten zaten te houden. Dus we zijn wel in de buurt gebleven om de boel gade te slaan. Door welke partijen is dit nu allemaal mogelijk gemaakt vandaag? Nou, we zijn heel erg blij met de medewerking van de gemeente Leidschendam-Voorburg en van de Spekhoveniers. Die hebben geholpen met een hoogwerker. We staan hier bij Jorrit van Stadskinderboerderij Essenstein. Wat zijn zo al jouw taken hier? Ik voer de dieren, ik maak de hokken schoon. Merk je nou dat de dieren reageren op de ooievaars? Nee, niet echt, nee. Voer jij de ooievaars dan ook? Nee, want die voeren hun zelf.